Welkom bij SVZW TV en deze week de wedstrijd SVZW tegen VVOG en de terugkomst van Machiel Verkeulen terug van de schorsing met een rode kaart bij Excelsior. En zijn er dan nog meer verrassingen in de opstelling? Nigel Michels staat in de voorhoede ten koste van Maarten Jansen. En ook Jordi Vernek heeft een vaste plek gekregen in het elftal van Geert Veldhuis. En na twee draken van uitwedstrijden tegen Excelsior en ACV verwachten de supporters van SVZW deze middag toch een lekkere pot te zien. En een aanvallend SVZW. Zo twittert hier ook Freddy Nijhoff. En we beginnen met een ingooi van Machiel Verkeulen. Altijd een verre ingooi. Dat weten zo langzamerhand ook de tegenstanders. Die kunnen hem wegkoppen. Dan is er een corner voor SVZW. Dan de corner die kan worden genomen. Komt de bal mooi hoog voor de bal. Maar dan is het toch de handschoenen van Kornberg. En een overtreding die daar de doelpunt in de weg staat. Dan is het hier VVOG. Ook een prachtige mogelijkheid. Maar wordt voor gefloten voor buitenspel. SVZW al gelijk een beetje de druk zetten in het begin van de wedstrijd. En zo is er een prachtige bal van Mirko Swiers. Maar Ruud ter Heijden kan er niet aankomen. Goed geprobeerd van Mirko Swiers. En zo golft het spel in het begin van de eerste helft een beetje heen en weer. Hier VVOG met een aanval. Kan de bal worden voorgezet. En dan is het een balletje net langs de paal. Prima mogelijkheid voor VVOG. Machiel Verkeulen. Machiel Verkeulen kan dan een combinatie maken met Nigel Michels. Nigel Michels weer naar Verkeulen. Verkeulen die ziet Ruud de Heijden. Dan is het Oekoes die dan de bal een zeil geeft met een vuurpijl. En ja, zo zijn er kleine speldenprikjes in het begin van de eerste helft. Oekoes kan dan de bal helemaal naar voren brengen. Kan hier de bal afspelen. Hier op de zijkant. Kevin Aman kan dan de bal naar voren slingeren. Wie staat daar? Ruud de Heijden. En dan is het. Ja, Oekoes in tikkertje. Prachtig doelpunt. 1-0 voor SVZW. Cenk Oekoes in tikkertje. Maar hij telt wel. Hij zet zelf de aanval op. Speelt de bal naar de zijkant toe. Kevin Aman ziet dan de immer vrijstaande Ruud de Heijden. Dus weer sterke weer van SVZW. Die kan de kop erachter krijgen. En dan is het heel makkelijk binnen tikken. Geen geval van buitenspel. Prachtig doelpunt SVZW. Dan Machiel Verkeulen. Kan de bal prachtig voorzetten. Oh, maar een mooie snoekduik à la Van Persie. Ruud de Heijden kan de kop er net niet helemaal goed achter krijgen. Misschien de voorzet net iets te strak. Nog één keer in de herhaling. Oh, wat een prachtige voorzet. Ja. En Ruud de Heijden, wat een mooie snoekduik. Nou, hij heeft goed naar de beelden van Persie gekeken. Dat kon je goed zien. Jordi van Eck, die de bal naar de zijkant toe speelt, kan kijken of de bal weer voor kan krijgen. Daar is het windje mee. Dan is het weer Ruud de Heijden. Dan een prachtige mogelijkheid weer. Ruud de Heijden sleert en trekt in dat... Oh, wat gebeurt daar? Wordt er even op de hakken getrapt. Scheidsrechter ziet dat. Er wordt even een waarschuwing aangedaan. Een beetje minder overtreding was dat. VVG in de aanval. Kan Michiel Verkeulen de bal afstoppen. En dan kan SVZW zelf bouwen aan een aanval. Hier met Kevin Aman. Kevin Aman op Verek. Verek op Ter Heide. Ter Heide ziet daar de vertrekkende Oekoes. En dan kan die bal naar. Oh, dan had je Michels in een prachtige positie. Maar wordt gefloten buitenspel. Hele mooie aanval van SVZW. Hier, daar putten we natuurlijk de moed uit. Dan VVOG. Oek met een hele prachtige aanval. En dan wordt de bal hoog overgeschoten van de vlag. Had het. Geweer nog niet helemaal op scherp staan. En dan is het rust en dan gaan we met z'n allen naar de kantine. Ook deze kleine guitige man die eens even gaat kijken of er wat thee te halen is. En dan zitten we inmiddels in de tweede helft. SVZW wat fanatieker uit de rust gekomen. Hier met een goede combinatie. En dan kan de bal naar voren toe. Dan staat er Oekoes. Maar de keeper VVOG die kan de bal eruit de lucht plukken. Kronenburg keept een mooie wedstrijd. Hier weer Nigel Michels. Dan rolt de bal voorbij. Het zijn allemaal een beetje losse vlodders. Maar het geweer komt steeds meer op scherp te staan. Dat kun je wel zien. Hier met Aman. Aman kan dan voorbij die man heen. Kan achter zijn eigen paas aan. Dan zet hij de bal naar voren toe. En dan is het weer Kornberg moet ik zeggen. Die de bal uit de lucht pakt. Dan zie je al dat Maarten Jansen het talent van SVZW zich warm diep. En ook het veld is ingekomen voor Ruud de Heijden. Dan keert het weer zich helemaal om. Dan gaat het hard regenen. En dan merk je dat het veld wat glibberig glad is. En dan wordt er een fysieke duel uitgespeeld. Maar dan is het Michiel Achterhoek. Michiel Achterhoek, onze sluitpost. Die ook even in beeld wil komen. Want hij was een hele tijd niet in beeld geweest. Had een rustige middag wat dat betreft. Maar als hij er moet staan, dan staat hij er ook.
Dan een bal die kan worden opgepikt door SVZW. Kan weer met Oegoes. Oegoes die de bal naar voren toe gaat brengen. En dan is het Maarten Jansen. Maarten Jansen die de pas erin heeft. En dan ziet hij de bal voorgaan. En is het, ja, Nigel Michels. Prima doelpunt. Ah, schitterende assist weer van Maarten Jansen. Ja, prachtig. Hier de voorhoede van SVZW. De mannen van de doelpunten. Nog even in herhaling. Ja, Oegoes. Ook een prachtige paas natuurlijk op Maarten Jansen. Maarten Jansen kijkt al vooruit. Dan heel mooi balletje strak voorgegeven. En Nigel Michels hoeft hem alleen in te tikken. Prachtig doelpunt. Prachtige aanval van SVZW. En een verdiende 2-0 voorsprong op het bord. Dan moet VVLG toch uit de schulp gaan kruipen. Om toch kijken of ze er gelijk of een aansloes treffen zoals dat het te doen is. Hier weer Michiel Achterhoek. Wordt gehinderd, maar wel weer een goede redding. Wat ik al zei, als hij er moet staan, dan staat die man er ook. Jammer dat hij dit het laatste seizoen is van Michiel Achterhoek bij SVZW. Want hier plukt hij weer die bal eruit. Ja, zo zie je dat VVLG toch even aan de deur rammelt bij SVZW. Want ja, 2-0 achter, ja, daar kom je niet verder mee. Dan is het weer... Hier, vlak langs. Ja, we moeten goed oppassen als SWZW'ers dat VVLG niet langs zij komt. Dan hier weer een prachtige voorzet. Ja, Nigel Michels kan alleen op de bal helemaal afspelen. Kapt en draait en dan is hij alleen voor de keeper. Maar dan heeft hij net niet gekracht genoeg om die bal erin te tikken. Blijft 2-0 op het bord staan. Dan zitten we al een heel eind tegen het laatste minuut. Dan is het... Oh, Maarten Jansen! Oeh, dan kan de keeper Kornberg eruit halen. En dan Maarten Jansen paas. Maar Nigel Michels knikt die bal erin. Makkelijk doelpunt weer van Nigel Michels. En zoals Michiel Achterhoek op zijn post staat, staat ook Nigel Michels op zijn post. En heeft 2 doelpunten deze middag op zijn naam staan. Allerlaatste seconde van de wedstrijd. Ja, nog één keer. Kijk eens, prachtig ingekopt. Kan de keeper Kornberg natuurlijk prachtig mooi uithalen. Ja, dan komt hij terug van de paal en is Nigel Michels die de bal erin trapt. 90e minuut. Keeper baalt. 3 punten blijven bij in Wierde. Scheidsrechter fluit af. En zo hebben wij als SZW'ers toch een prachtige middag beleefd. Na 2 draken van wedstrijden, 3 punten in Wierden gebleven. En zo kunnen we weer bouwen aan de rest van het seizoen. Doe nog mee in de derde of in de vierde periode, moet ik zeggen. Dus wie weet, blijf ons elftal steunen en kijk SVZW TV.